allemaal. Ik hoop het te verstaan. Het regent het feit een beetje. Maar welkom bij een nieuwe video. Oh, hek open. Als je ziet, op de trailer daar aangereden. Want we gaan vandaag met Baloo op crossles. Dus we gaan nu naar stal. En de vorige keer met hem geen cross vanwege corona. Mocht er maar één per paard op stal. En nu mogen we weer gewoon met meerdere mensen per paard. Dus dat is fijn. We kunnen niet vanzelf een paard op zadelen. Dus we gaan nu op naar stal. Baloekje staat erop. Op en even lauwen, jongen. Ja. Hij heeft een mooi blauw dekje aan. Tegen papa wil in. Hé, hey, jongen. Hij zegt mee. Ga je mee, vriendje? Yes, let's go. Oké, het leek mij leuk om weer een keer een voice-over te doen. Net zoals bij de vorige cross-video. Hier ben ik aan het opstappen. Dat is wel zo handig hè, als je gaat rijden. Deze keer mochten we de trailers dichtbij parkeren. Dat was super fijn. Eerst even rustig rondje gestapt, gedraagd en gegalopeerd. En toen begonnen we aan de les. En hij had een beetje een gekke bui in het begin. Want hij schoot overal langs. Ik denk dat hij de laag in de meeste gewoon te weinig moeite vond of zo. Ik weet niet wat hij had. Maar ook toen ik hem opnieuw aanreed, ging hij er eigenlijk weer langs. Hij trok heel erg naar rechts. Dus hier reed ik hem heel strak aan. Als ik heel duidelijk van, hey maat, wat dacht je ervan? En nog was hij best wel vervelend. Maar ik vind het wel belangrijk om het erin te laten van, kijk, weet je, Baloes doet het crossen supergoed. Maar ook hij heeft zo zijn struggles en zijn problemen. En dit komt nog een keertje vaker terug, deze crossles. Nou, hier gaan we op een heel rustig drafje. En zo kon ik hem toch overtuigen om te springen. Nou, we gaan nu door naar het volgende lage boompje. Die is een stukje verder achter, eigenlijk voor op het terrein, als je het goed bekijkt. Ik kan niet zo goed zien door mijn opneemstukje. Ja, oké, ik kan het er zien. En nou, hier schiet hij er ook langs. En ik draai me eigenlijk meteen weer terug. Want dat mag je natuurlijk echt niet leren, dat hij er langs kan schieten. Dus hier ben ik echt verstrengd van, hé vriend, dit gaan we niet doen. En dan rij ik er weer op af in een rustig drafje. Hij gaat er heel schattig overheen. Het is echt zo laag voor hem. Hij is natuurlijk, nou, hij is 1,76 en 78. Nou, die boomstammen zijn nog niet eens 30 centimeter. Dus dat is echt een huppeltje voor hem. Nou, en hier gaan we naar de laatste. Deze is een stuk breder. En hier vliegt hij met gemak overheen. Nu springen we hem, zeg maar, hetzelfde lijntje van de andere kant. En dit ging al een stuk beter. Zoals je ziet mag hij er eigenlijk op het voorwaartse. Maar nu moest ik hem juist terugrijden zodat hij goed kon kijken. En niet de kans kreeg om er langs te schieten. Oh, ben mezelf kwijt? Ja, daar ben ik. Boing. Je gaat hier best wel hard en grijp ik best ook wel heel erg hard in. Dat is een Baloo soms een beetje, niet hardleers, maar hij wil het nog wel eens echt overnemen. Boing. Nou, dat ging super zoals je ziet. Nou, hier gaan we een greppeltje springen. Nou, zoals jullie weten, Baloo sloot de koning. Het gaat super. Nou, en hier beginnen we met een breekboompje. En dat ging de eerste keer ook niet helemaal soepel, maar daarna wel. Nou, hier hetzelfde weer als het begin met de borstelbak. Baloo vindt borstelbakken ook echt wel heel erg spannend. En ook hier rustig de tijd genomen om over de borstelbak heen te komen. En Hanneke heeft er heel fijn bij geholpen. Daar heb ik echt hele grappige foto's uitgekomen, want Romee van Torsjes Fotografie kan foto's maken. En hier heb ik echt foto's waarbij dus over de borstelbak heen rijpen en je Hanneke ziet zwaaien met haar waterflesje om ons eroverheen te helpen. Echt super grappig. Nou, hier gaan we weer op een rustig drafje erop af. En nu springt hij hem super braaf. Nu weer over de breekboom heen. Het is een rondje als ik het goed heb. Dus gaan we over de breekboom heen. En in een rustig drafje verder om hem, zeg maar, vertrouwen te geven. Want hoe harder je erop afgaat, natuurlijk hoe minder die kan zien van de hindernis. En over dit kleine boomstammetje heen. En ik dacht dat ik hier rechtdoor moest over die boom daarachter. Maar dat was helemaal niet zo. Oepsie. Oh ja, even bijstellen. En dan gaan we over de borstelbak weer heen. En dat doet hij super braaf, zoals je kan zien. En dan gaan we over het boomstammetje weer. En dan gaan we wel over die boomstam daarachter. Na deze boomstam
draaien we, zoals je ziet. En dan gaan we over de trakener in. Ik heb nog nooit eerder met hem een trakener gesprongen. Dus ik gaf hem weer rustige tijd om te kijken. En hij trok er echt op aan en hij sprong het super. Nou, hier gaan we eigenlijk van het begin van de crossrij. Die ze altijd op de verlauwe houden. Zowel de BB, de B en de L beginnen op dit rondje. En eigenlijk had ik niet verwacht deze hecht te springen. Maar hij voelde zo goed dat ik dacht, weet je, ik ga het gewoon doen. En dus ziet, ben ik een beetje links op de hindernis. Dat is omdat hij eigenlijk altijd rechts er langs schoot. Dus dan kan ik ook een beetje iets links op de hindernis houden. En dan trekt hij zichzelf weer recht. En dan gaan we een stukje verder. En dat zijn allemaal tafels. In de B een borstelbak en een kleine boomstam. En hier trok hij ook weer heel erg naar rechts. Nou weet je, dan spring ik maar gewoon de kleine boomstam. Dat heb ik liever dan dat hij niet gaat. En hier draai ik hem vol omdat hij het heel erg overnam. En dan heb je een rij met boomstammen achter elkaar. Wat bijna allemaal trakeners zijn. Behalve de meest linker hier op beeld. Voor mij de meest rechter op Baloo. Ja, zoals je ziet sprong die trakener echt super super goed. Nou, hier nog een rondje. Hier was mijn vader even van plek gewisseld om de hecht goed vast te kunnen leggen. En hier moest ik hem iets aanmoedigen met mijn stem. Wie me op Instagram volgt, @evie.flo, heeft het filmpje ook wel voorbij zien komen, denk ik. Nou, zoals je ziet vliegt hij eroverheen. Stoer paard. En gaan we verder naar dat rijtje met die tafels en die borstelbak. Toen heb ik wel de borstelbak gesprongen, omdat hij natuurlijk voorheen borstelbakangst had. Eerder in de les ook nog. En ik vond het eigenlijk belangrijk dat hij die ook leerde springen. En hij pakte het echt super op. Hij trok erop aan en hij vloog eroverheen. Kijk maar, super Baloo. En dan gaan we door naar het rijtje met de trakeners. En hier werd hij super sterk en hobbelde hij een beetje over die laatste hindernis heen. Nou, nu vanaf my point of view met de GoPro. Ik heb eigenlijk weinig GoPro-beelden erin zitten. Meer omdat ik de video eigenlijk al lang genoeg vond. En ik er ook nog overheen moest praten. Ik van nou, als ik over 20 minuten heen moet gaan praten, heb ik geen stem meer over aan het einde. Dus geniet meer van de GoPro beelden. Super! Zo jongen. Nee. Nou, ben ik weer. Hier gaan we een opsprong springen. De eerste keer dat we deze deden, toen was hij heel heet van het rondje daarvoor. En wou hij eigenlijk bij de groep blijven. Toen schoot hij er langs. Maar dit was het laatste stukje. En deze ging super netjes. Het stuk dat hij langs schoot heb ik helaas niet op beeld. Hier vanaf my point of view weer de super nette op- en afsprong. Dat hij echt super, super, super deed. Nou, dan komen we aan bij het water. Nou, Baloo houdt echt van water. Het is echt een waterliefhebber gewoon. En hij deed het ook echt weer super. Ook hebben we voor het eerst een wateruitsprong en een waterinsprong gedaan. En de eerste keer vond hij de waterinsprong wat spannend. Dat ga je zo ook zien op beeld. Eerst dacht hij van, wat moet ik hiermee? En dan staat hij stil. Maar eigenlijk door hem aan te moedigen met been en stemhulpen, stapt hij er zo meteen heel schattig op. Zoals je ziet, echt heel cute. En dan gaan we over het bakje heen daarachter. Ja. Draaien we om en dan rijden we al het stukje weer terug. Boink. Baloo houdt van grote sprongen. En hier overviel hij eigenlijk zichzelf een beetje met die insprong. Maar hij deed echt super, super braaf. Zoals je ziet gaan we hier eigenlijk een beetje heel erg hard. En dat gaat ons zo meteen ook tegenzitten. Want zo gaan we die hindernis tussen de bomen springen. En hij vliegt uit de bocht waardoor hij het niet redt. Dus we draaien hem even om. En ik rij hem nog een keer aan. Ik laat hem even zien. Ja, oké jongen. Is je hem goed gezien? Oké, gaan we nog een keer. Nou, ik draai hem om. En hierna springt hij hem echt super, super braaf. Nog een laatste afsluitende keer. En daarvoor twijfelde ik even iets op het water. Dat heb ik er even uitgeknipt. Omdat ik anders veel te lang zou worden. Nou, opsprong met water uit. Super, super braaf. Bakje. Oké, ik werd even onderbroken. Want ik moest even de auto aan de kant zetten. Maar we gaan weer verder. Nou, hier springt hij heel schattig bakje heen. Een soort van poinkje. Ja. En dan springen we het water in. En hier sprong hij echt huge. Waar het vandaan kwam, waarschijnlijk dat het
Het was een beetje was gaan spetteren, een beetje was gaan regenen. Dus heb ik hier de controle over tempo al veel meer dan op de eerste keer. En spring ik zo meteen super, super goed over die hindernis heen. Hoppatee, alleen liep hier achter een mevrouw en die schrok een beetje van mij. Oeps. En vanaf hier weer, vanaf de GoPro, geniet lekker van deze beelden van Super Baloo. Goed zo. En toen waren we weer bij het eind van de les. Wij hebben zo'n portable douche, zeg maar. En daar hebben we Bloef lekker mee afgespoten. En we waren super tevreden met hoe hij het had gedaan. Hij had weer heel erg vooruit gegaan sinds de vorige crossles. Hij sprong alles super braaf. Hier en daar wat twijfels. Maar dat is natuurlijk nog helemaal niet erg. Baloo is echt nog een cross baby. We waren al met al gewoon super tevreden en trots op Baloo. Welverdiende brokjes. En wat eet je na een crossles, jongens? Pizza! Ik heb een vegetarische pizza met veggie chicken en vegan kaas. Yummy. Is pot? Lekker, hè? Nee, maar jij mag niet. Jij bent een hond. Dat is pech. Oké, mijn geel in mijn haar zit en hoe rood mijn gezicht is, het en warm en ik ben gisteren verbrand op het strand. Het is intussen meer dan een maand verder sinds ik deze vlog heb opgenomen van de crossles met Baloo. Ik was gewoon heel erg druk met mijn laatste afsluitende weken op school en toetsweek en natuurlijk afscheid van Vee. Zoals jullie hebben gezien heb ik dit een intro met Vee erin. Als je me volgt op Insta weet je dat ik ondertussen een nieuw paard heb. Ik zal binnenkort een keer een kennismakingsvideo over hem opnemen. Maar eerst wil ik even alles afronden wat ik nog heb staan. Zoals zeg maar deze video. Ik heb nog een edit van Vee die ik nog wil afronden en online wil plaatsen. En ik heb ook nog een ponycamp video van allemaal GoPro beelden die ik ook nog online wil zetten. Ik ben er maar druk mee jongens, En dan komt de kennismakingsvideo van mijn nieuwe paard. En dan wil ik ook een nieuwe intro gaan maken. Ik hoop dat jullie deze film wel leuk vonden. Baloo deed weer super, super goed. En ga je er allemaal auto's langs? Dus hopelijk hebben jullie geen last van dat geluid. Ik heb het raam al dicht gedaan. Ik zweep hem kapot. Maar ik heb het raam alvast dicht gedaan. Want dan heb ik iets meer last van het geluid. Ik wil zo graag een keer met Baloo weer. Ik wil zo graag een keer met Baloo BB gaan starten. BB Cross. Omdat hij het zo onwijs goed oppakt. Gewoon te kijken hoe dat doet. En heel leuk is, ik heb mijn vader voor zijn verjaardag een crossles gegeven met Baloo van dezelfde instructrice als waar ik les heb. Dus dat is heel erg leuk. En dan neem ik het natuurlijk ook gewoon mee. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je het een leuke video vond. En als je benieuwd bent naar mijn nieuwe paardje. Vergeet geen likeje te geven. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei doei!